Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Dinsdag! Of tenminste, Tuesday! Ik vind het zo irritant. Ik haat jou echt als je dat doet. Ja, we zijn in LA. Eet je en we krijgen niet normaal licht op mijn hoofd. Het is dinsdag, we zijn in LA. We gaan met Tamara ontbijten bij, het is 9 uur, nog geen 9 uur, bij het Beverly Hills Hotel. Dus dat is gezellig. Wij zijn aangekomen bij het Beverly Hills Hotel en ik heb nog niet gegeten. Ik heb me eindelijk gevlogd voordat ik ga eten en ik ben met Sander. Tamara en Christina. Hallo, babes. Hey, Tamara. Wij zijn in de auto weer bij onze Airbnb aangekomen. Oi, schat. En we zijn nu... Heb je dat ding gezien, die vergunning? Thuis, ja. Oh, hier. We zijn thuis en onze oppas gaat vandaag als we terug naar Amsterdam. Dus wij zijn de komende dagen met Olivia. We zijn weer thuis. Hi, Olivia. Hey, dat is een kleine. Moet ik een kusje geven op je vinger? Ja, een kleine. Wil je het kleine knuffeltje ook? Ja. Wat lief. Hoe heette ze? George. Heet hij George? Nee. Van Peppa Pig. Kom je mee naar de bank? Zo. Ik vind het zo'n chille Airbnb. We willen dit van de zomer ook weer huren. En wij liggen even op de bank. Want we hebben niet echt iets te doen, hè, Sam? Mami! Nou, dit is wel echt voor het eerst. En... Wat is er, Olivia? Wat is er? Dorst. Heb je dorst? Wil je wat water? Ja. Ga ik even voor je. Nee! Wil je geen water? Hou, appelsap. We hebben geen appelsap, lieverd. Op! We gaan eventjes wat... Waar is je fles? Nee! Zal ik je fles even zoeken? Waar is de fles? Au, 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 au. Doe het voetje, au. Ja, we zijn dus niks aan het doen. En we gaan straks uit eten met vrienden. Van hier. Moet je een kusje op je voet? Kijk. Mezelf. Dat is een papiertje. Een pleister. Gaan we een pleister op doen? Oh nee! Broer! 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 Nee, boer, boer! Boer, boer! Boer, boer! Wat betekent dat? Boer! Haar. Bedoel je haar? Ja. Ja, dat heet haar. Niet paar, maar haar. Au! Ah, 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 ah. Yes. Ga je een pleister op doen? Heb je honger? Olly, heb je honger? Ga je het scheuren? Nee, kan niet. Kan niet, hè? Dan kan je toch goed praten? Aha. Nee, mama. Waarvoor zijn die doekjes? Wat doen we met die doekjes, Olivia? Wat doen we? Waar zijn die doekjes voor? Hier. Wat doe je met die doekjes? Nee, het is daar. Oh. Een blakke naald. Gaan we slapen? Kom, we gaan nep slapen. Kom Olly ook slapen? Ja.
Slaap je op? Mag ik een kusje? Eén kusje? Mag ik één kusje? Nee, liggen. Nou. Ik ben uit eten en ik ben mijn avondeten vergeten te filmen, maar we hebben s'mores met koekjes besteld. Bas is er. En ik ben met Anna aan het eten. Hi Anna. I'm filming you. So let's do it. Good morning. Good morning. En we zijn woensdag. En we zijn in de auto. Olivia is er ook bij. Zeg maar hoi Olivia. We gaan nu Tamara en Christina ophalen bij het Beverly Hills Hotel. Want we gaan hiken naar de Hollywood Sign. En voor degenen die mij volgen, you know I'm a lazy ass. Dus ik heb me wel over laten halen door Tamara en Sander. Om te participeren in deze trip. So I'm not that happy about it. No you are. Come on. It's gonna be amazing. We gaan, amazing. We gaan naar de achterkant. Ja, maar ik vind het wel challenging dat Olivia meegaat. Ik ben altijd best wel een beetje... vind het altijd een beetje spannend. Maar ik heb al gezegd dat ik de volledige verantwoordelijkheid dus en de fysieke arbeid ga verrichten. Ik ga daar ook volledig van uit. Om dit kind de berg op te krijgen. Ja. Maar we gaan naar de achterkant van Hollywood zijn, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. And we're gonna film it all for y'all. For y'all pleasure. For y'all pleasure. Ja, gisteren zijn we uit eten geweest met Anna. Was super gezellig. Zo gezellig. We hebben allemaal thuis gechilled. Ja. En ik heb nu... Even denken. Ik denk een maand, niet langer dan 6 uur per nacht geslapen. Sommige nacht zelfs 3 uur. Gefeliciteerd. Nee, maar I'm fucking tired. Oh, you are? I am. Maar dan moet je een keer naar bed gaan in plaats van 19 uur op je telefoon te swipen. Ik was gewoon New Girl aan het kijken. Nee, als je nou een echte chick bent, dan zeg je, ja dat klopt Sander, dat is waar. Maar bemoei je met je eigen zaken, want ik vind het leuk om op mijn telefoon te zitten. En dan kan ik wel zeggen, ja dan moet je niet zeggen dat je 6 uur per nacht slaapt. 6 uur is like a vacation, babe. It's like we're talking about 2 to 3 hours. Okay, well, I mean, you want to be, you know, a successful young woman, entrepreneur, you know, social media starlet. Well, these are the consequences. And we are pulling up to the Beverly Hills Hotel. Oh my god, the Beverly Hills Hotel. Wow. We're picking up our friends at the Beverly Hills Hotel. I may sleep for 6 hours, but I do breakfast at the Beverly Hills. There they are. And let's see where those batches are. Batches? There they are. There they are. Oh my god. Suitcase me. Good morning, such Felicia. Such a fancy car. Such a fancy car, right? What? Olivia is on this side. Which side? Hello, the side I want. Hello. It's Tamara. Okay, come dichterbij. Ik ben echt helemaal buiten adem. Maar kijk deze view. This is incredible. Ja. This is incredible. Olivia is ook mee. Oeh. En dan de kid goes. Mommy. No. Mommy. What happened? Well, no one, nobody's going. Nobody's literally going to leave us. This really happened. Yeah. So there's a guy. There's, take the there's camera two, in the wrong moment. I know. There's two girls with dogs and an old guy walking down. And we're approaching him, and it's like I know this guy, and I'm like, good morning. We're saying and he's morning. Like, and we're like, and I look at Tamara, and it's like, this Tamara cannot like, be. This is not fuck? True. And you know why I realized it was him? Why? Because of his voice. Because he has a specific voice, but it's fucking Steven Spielberg walking down the Hollywood sign hill.
while we're walking up. I mean, honestly, that's like... Okay. No, I can tell you straight up that dus never happened. In het Nederlands even Sanders translation. We zijn Steven Spielberg tegengekomen tijdens onze hike. Man in black. Maar nu moet ik ook zeggen, we zijn aan het hiken op een plek waar je eigenlijk niet mag hiken, waar allemaal mensen wonen. Seriously, where's my hood? Is it true though? Yeah, it's true. 1,000,000%. It's gonna be so freaking far. We zijn echt al zo lang aan het lopen, volgens mij. We nog wel. About an hour to go. It was fucking Steven Spielberg. And my takeover of the Kleinenbergs starts here. So heavy. Are you guys tired? We all got like little Louis Vuitton backpacks. That was the dress code. Oh, yeah, that's what I mean. What's the dress code? Hello, you're talking back there. Like we're trying to find a way to the Hollywood sign. Yeah, we're not sure how it's gonna work out yet because we're literally guessing the road and talking. I think it's kind of right though. Yeah? Although it's really far still. I think it's like 30 minutes. I love how I lied to you and I told you it's gonna be a 5-minute hike. Sander, yeah. Do you remember when I told Nora it's gonna be a 5-minute hike? Guess who also made it up to Hollywood Hills? Yeah, my little girl. Really happy. So boy. Yeah, I'm just trying to get okay, sorry cool. For all of you, spill the guys if you don't like imagine it. Imagine if we had like a... Okay, nou jongens, dit was het wel waard. Als jullie ooit in LA zijn, kan ik dit echt aanraden. Want het was wel echt pretty cool. Ik zag er echt tegenop, omdat ik dan altijd liever lui dan moe ben. Hey meisje. En denk ik nee. 5 uur opstaan om dit te doen, maar I'm happy we did it. Dit ga ik voor altijd onthouden. Dus ja. Yeah. En we hebben de hele dag nog. We gaan nu lekker ontbijten, koffietjes drinken en denk spullen pakken en dan naar het strand. Hallo. We zijn weer thuis. Dus ik ga even mijn schoenen uitdoen. Ik ben wel een beetje gaar, jij ook Sam? Nee. Oké. Ben jij moe, Olivia? Nee, hè? Jij hebt lekker geslapen net. Ja. Wat zullen we gaan doen? Spullen pakken. Spullen pakken? Mag ik een kusje? Papa's schoenen. Papa's schoenen? Nee, zijn mama's schoenen. Ze lijken wel inderdaad op papa's schoenen. Ja, maar... Oké, okay, we hebben ons even opgefrist. Ja, maar je mag niet zo hard spreken. Oh, je mag niet zo hard. We hebben ons opgefrist. Sunsetje doen. Nee, het is onze laatste avond hier. Morgen gaan we naar huis. So sad. We zijn bij Tony's aangekomen. Je past helemaal de kleur, San. En the best dip ever known to mankind has arrived. Net zelfs Olivia was daar. Toen brood zag ze brood en toen dacht ik, begon nog steeds aan het wijzen. Ah, maar dat ging dus hierom. Om de dip.
om de dip. Deze is voor Momo. In spirit. Oh my god. Kijk, die kaas die staat in de fik. Dit is zo lekker allemaal. Kijk hoe cute het hier eruit ziet. Next dish. Kijk hoe leuk het hier is met die lampjes. Het is like a sort of, I'm not, I don't want to say divine intervention. Oké, wij zijn nog even het strand opgegaan na een diner. Oh my god, alles is nat. Oh my god, alles zit zo onder het zand. Like, als je naar het strand gaat, dat zand. Oh my god. Wat? Nee, ik zei dat als je naar het strand gaat, dat alles zo erg onder het zand zit. Ik ben net Olivier Scooters uit, hè? Ja. Wat is dicht? Kan jij je rustig pakken? Ja, oprecht. We zijn bij de Airbnb. We zijn zo kapot. We zijn om 5 uur opgestaan dus vandaag. Sorry voor de lelijke angle. We zijn 5 uur opgestaan voor de shootings. En onze hike en zo. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En we gaan vandaag terug naar Amsterdam. Olly is net wakker. Hij gaat inpakken. Heel veel mensen hadden gevraagd voor een linkje voor deze Airbnb. Maar volgens mij is die helemaal... De helikopter! We gaan in de helikopter, ja. Volgens mij is die helemaal volgeboekt. Maar ik zal het linkje alsnog hieronder zetten. Kunnen jullie zelf even kijken. Heb je zin in het vliegtuig? Ja. Ga je met papa en mama vliegen? Ja! Zullen we jou even omkleden? Oh! Zullen we je aankleden? Ja, ik ga aankleden. Wakker. Je bent echt wakker, inderdaad. Dus ik ben echt zeven wakker. Ja. Dag. Wij zitten in de auto naar het vliegveld. En Olivia die rijdt vandaag ons naar het vliegveld, hè? Kees, papa? Beetje schakelen? Ja, dat doet papa ook. Doe maar sturen. In de auto en Sander die is even buiten een foto aan maken. Ik weet niet waar. Volgens mij zit een hele oude McDonald's. Voor mij wil hij daarom een foto aan maken. Mooi! Het zijn mooie stickers, hè? Opplakken. En we zijn echt zet dat we onze auto moeten teruggeven. Dat is echt een top auto. Opplakken. Ik had best wel veel vragen gekregen over mensen die een roadtrip in Amerika wilden doen. En of ze dan bij Sixt een auto konden huren en dan bij de ene staat ophalen en bij de andere staat inleveren. Dat kan. Hebben we ook wel eens gedaan. Alleen dan betaal je wel een extra fee. Dus dat moet je dan even incalculeren bij de reiskosten. Sommigen vinden dat waard, sommigen niet. Want vaak ben je dan nog wel goedkoper uit dan vliegen. En je kan die roadtrip doen. Dus ja, dan weten jullie dat. Opmaken. Maar goed, onze vlucht is... Auto. Om 2 uurtjes. Het in de auto plakken. 2 uur is onze vlucht. 2 uur. Dus, let's go. Hey guys, guess what? We zijn geland. Ik had mijn vlogcamera in de ding boven liggen. Dus ik dacht, nou, het is een nachtvlucht. Ik vlog wel niet. Ik ben weer weg. Olivia is hier onder in de car. En we gaan naar Bibi toe, die is thuis. Olivia en Bibi hebben elkaar verschrikkelijk gemist. Olivia heeft de hele vlucht geroepen, Bibi toe, Bibi ja, toe. Maar de hele vlucht. Maar ze was wel heel, Bibi was, Olivia was wel echt heel chill in. Maar ze is echt altijd, bijna altijd wel heel chill. Nou, we hadden het vorige keer hadden we van Miami keer... naar huis was een ja, beetje... Was echt, nou, niet een beetje, was gewoon best moeilijk. Ja. En dan denk je van, oh my god, zou dit een ding worden? En, nou, nee, ze is wel prima. Dat ze gewoon heel tof is. Ja. Dus ja, even koffietje halen, hè? Eentje? Hij was sloot, schat. Kijk hoe het er thuis aan toe gaat. Hij was sloot. Jij bent proef. Maar hoe weet ze dat dan? Dat speelt ze volgens mij met Caroline. We zijn even bij de Starbucks gaan zitten. Ja, heel even één espresso. And then we go home. We hangen wel een beetje naar. Dus ja, niks?
Pief, paf, poef. Oh my god. Nou, doe normaal. Oh my god. Oh, ik kan niet geloven dat Bibi dit gedaan heeft. Leuk, hè? Maar jullie zaten dus aan de telefoon de hele tijd. Ja. Want ik vroeg vier keer, met wie zit je aan de telefoon? Ik zat al bijna een soort van, oh my god. Zo schattig. Lekker, hè? Wat ben je vrolijk. Ma. Is lekker. Nee. Ben je bruin al, Bibi? Nou, ja. Het was hier warmer dan in Los Angeles. Echt? Je bent gewoon op Schiphol. Lekker. Hoe ben je hier gekomen? Uber. Nee. Dat is niet waar. Oh, en ik zat zo te stressen in die auto, want het was zo'n grote file. Ja, echt? Niet voor de deze, maar er is dus, wat ze zegt. Er is dus een sluiproute. En zo gaan alle Uber mensen. Bibi. Oh, dat is echt te schattig. Hey Noor, is dit een thuiskomst of wat? Ja, zo leuk. Reunited. Maar ze vertelde je net iets. Wat dan? Wat hebben we gedaan om hier te komen? Helikopter. Echt? Wat hebben we gedaan? Hoog in de lucht. Helikopter hoog in de lucht. Ja. Nee. Oké. Okay. Voor Uber? 1 minuut. En guys, ik ga ook even de vlog afsluiten, want deze vlog komt zondag weer online. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden en vergeet niet te subscriben. En ik zie je woensdag weer dan weer in Amsterdam.